En ik heb die al een paar keer zien optreden. Ja. En dat is zo'n jong, weet ze wel, die... Moet die voorlezen hoe van... beginnen te zweten als ze hem zien. Moet je nou weer gaan zingen, Frans? Oh. Moet je nou weer gaan zingen? Zweten, op die? Nee, ja, ja, maar die nu weer gaan zingen, dat dacht ik ook. Nee, Jimmy, nee. Ah, je bent een langere, wat klaar stuit. Ja. Wie is dat dan? Laat hem eens holen met z'n binnen, toch? Met binnen holen? Ja. Vrouw die hoog vast, want eerst vroeg. Timo Jansen! Yes. Dat is de zonnietse Nieuwstad, heb ik niet meer. Ah ja. Dames, wie vind je dit? Ik hoor de heren net wel schreven tussen succes en succes. Dat is voor allebei, ja. En wanneer ben je eigenlijk met zingen? Ik ben begonnen eigenlijk wel een jaar of 15 jaar. En dat is eigenlijk begonnen in gewoon eigenlijk de voetbalkantine, zoals wel een kleine cafeetjes bij ons in het dorp. En toen is het eigenlijk goed gegroeid tot een lekkere leuke hobby. Ik wil nu eigenlijk niks leveren zingen.
En dus zing ze voornamelijk Nederlandstalig? Ik zing eigenlijk alleen maar Nederlandstalig. Ik ben Lou Beef af en toe eens het Engelse proberen er tussenin te gooien. Nee, dat is ook zeker niet Nederlandstalig. Is waar mijn ding. Ja, is waar mijn ding. Ja, wat ik zo heur is dat ook niet. Absoluut. Ja. En wat was eigenlijk het meest tegenende wat ze tot nu toe hebben gemaakt? Het meest tegenende wat ik heb metgemaakt waren toch wel... ik zit daarin. Frans, hoe was het? Nee, vriend. Nee, jawel. Nee, de meeste... Hoe zingen de meeste vrolijk? Ja, inderdaad. Ja, dat bedoel ik. De vrolijkste. Dat vind ik wel het fijnste wat ik heb metgemaakt. Juist. En in de neem ik aan dat het minste de hele zitting was. Dat waren die vermedig leverde die. Dat is meer ook dat van Frans, hè? Ja, La Frans maar op de hieren zitting en dan ligt de vrolijkste zitting. Ja. Absoluut. Timo, van wensen ligt nog heel veel succes, jongen, dat is wat gaat horen. Dankjewel. Applaus, Timo! Ja, daar gaan we! Altegeen! Ja! Ik zocht een meisje naar mijn zin, maar slaagde er maar steeds niet in. Ik deed een oproep in de krant, gevraagd een meisje van goede stand. Ze hoeft niet mooi te zijn of slank, maar ook niet mager als een plank. Als zij maar lekker koken kan, dan word ik heel graag haar man. Ik zoek een meisje, wie durft het met mij aan? Vandaag zo'n leuke vent als ik, die laat je toch niet staan. Een hart voor liefde, neem ik als uitzet mee. Nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Ik kreeg toen mailtjes per dozijn van lieve meisjes, groot en klein. Geverfd, gelift, zo kwamen zij. Ook blond en zwart was er veel bij. Toen ik naar al die meisjes keek, toen raakte ik geheel van streek. Ik zoek een vrouw die past bij mij en zeker geen schilderij. Ik zoek een meisje, wie durft het met mij aan? Want als zo'n leuke vent als ik, die laat je toch niet staan. Een hart vol liefde, neem ik als uitzet mee. Nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Vandaag zo'n leuke vent als ik, die laat je toch niet staan. Een hart vol liefde, neem ik als uitzet mee. Nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Ja la 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 la, ja la 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 la, la 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 la. Een hart vol liefde, neem ik als uitzet mee. Nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Nu nog